Oh, los opeens, weer eens op een game, een aflevering van Need for Speed. Eindelijk, en jullie weten wat we moeten doen, we moeten milestones gaan noemen. Gaan we beginnen met een parkeerboete, zoals ik ze altijd zal en ga blijven noemen. 225 kilometer, is dat heel toevallig in een bocht? Valt wel mee, dus 225 kilometer moet een eitje zijn en ook een appeltje. Maar vooral een eitje, appeltje, eitje, jazeker. We kunnen in principe 3 speedlimits doen en dan wordt het wel heel makkelijk om het te halen. Ik weet niet waar we precies heen moeten. Ik volg aan de weg en hopelijk komen de desbetreffende flitspaal tegen. Dat is tenminste wel het ideaal dat ik erachter heb. Dat is hem niet, geloof ik. Hoop ik. Anders gaan we het niet meer redden. Dat was hem ook niet, of toch wel? Ik heb geen idee wat hem was. Voor mij is hij later pas. Er is tenminste nog eentje, doen we die door lekker. Nee, ik ben een meeuw. Ik haat dit moment. Op dit moment haal ik dit moment. Ja, maar dan vlieg ik daar tegenaan. Dat wou ik niet. Hoppakee. We staan alsnog op de foto. Ik heb geen idee of het die van de achievement was. Dan gaan we terug naar de safe house en pakken we weer een volgende. Zo gaan we even de parkeerboetes af. Sorry, ik jullie een klein boertje. Dat kan de beste boer overkomen. Ik heb er al wat 1 gehaald. Dat was die van 5. Ja. Nu die van 241. Want die van 320 is best wel onmogelijk en zo. Dus ja. Dit is de laatste persoon. Hierna komt de bosrace. En daarna komt nog een aflevering. En dan hebben wij Need for Speed Most Wanted uitgespeeld. Ik ga sowieso eventjes. Ik zei dat ik hierna Crash Bandicoot Tag Team Racing dingen ging doen. Ik ga beter eens even mee wachten. Want Half-Life moet ik echt weer verder. Ik ben even gestopt met Half-Life, want er zit een reden achter. Mijn save file is weg en ik moet dus een uur aan Half-Life gameplay inhalen. Momenteel kan dat niet, ik wil het heel graag, maar... ik krijg er geen tijd met school en zo en opnemen. Ik heb er echt geen tijd voor, en ik kom Pioneer Town nog bij met GTA. Ik heb er echt momenteel geen tijd voor om dat even in te halen, die tijd. Dat wil ik wel. Ik wil het heel graag inhalen. Ik wil gauw weer verder met Half-Life. Ik vind het echt een vet spel. De serie zelf wordt op zich niet zo goed bekeken, maar... Ik vind het zelf wel leuk om te doen. Ja, dat is ook belangrijk, weet je. Ik let's play half omdat mensen willen zien. En de andere helft omdat ik zelf een game heel vet vind. En als iets echt bekeken wordt, is het voor mij echt geen motivatie om te stoppen. Slecht bekeken, dat is dan jammer. Er zijn ook mensen die het alsnog leuk vinden. En ik ben er vooral voor die mensen. Voor mijn mensen die zeggen, hey Rick, dat is eigenlijk gewoon een vet spel. Ik kan het met jou vinden. Ik vind dezelfde games leuk als jij. Nou, dan kunnen wij vrienden worden samen. En dan kunnen we samen dat spel spelen. Eigenlijk niet. Ik moet echt stoppen en beloven dat ik met mensen games ga spelen. Want daar heb ik echt geen tijd voor. En ik heb het in de oude video zoveel gezegd van ja, dan kun je met mij en je gamen. En dan komen de dagelijks mensen naar me toe, kom Rick, we gaan samen gamen. En dan heb ik zoiets van ja, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar je zei de video. Ja, fromage. Oh god, dat was een bocht. Kut, hou ik niet door. Bob. Waarom zag ik al dat Bob als ik door die dingen heen rijd? Ik heb geen idee. Bob heeft hier niks mee te maken. Laat Bob hier buiten. Nou, we doen alvast 2 in ieder geval. En we moeten er 5 halen, dus dan moeten we deze 3... I vind de police per less than 2 minutes. Dan doen we die eerst eventjes schoon en doen daarna die andere 3. In principe is deze niet eens nodig, maar we zijn chic in de piek. Oké, in minder dan 2 minuten. Dat zijn heel goede manieren voor bijvoorbeeld deze vent kaartbeuken. Dat is een hele goede manier. Hoppakee, als hij in één keer dood is, dan ben je de politie als het goed is niet kwijt. Dit is de makkelijkste manier voor het kortste aantal seconden, zeg maar. Ja, ik heb geen idee waarom ik eventjes niet in die feitgebied zat. En de cooldown gaat heel snel voor me op als level 1 gezochtheid zijn. Ik heb geen idee waarom ik dat geluid maakte, maar... Tjing! Dat was makkelijk en niet moeilijk. Oké, gaan we naar de safe house. Als jullie dit kijken, ben ik op de universiteit in Utrecht. Dit is middag, dus dan ben ik nog steeds aan les. Ik heb les tot 9 uur 's avonds. Colleges over natuurkunde, kwantummechanica vooral, brandbeweging. Je weet wel, Schrödinger vergelijking waarschijnlijk ook, allemaal dat soort dingen. Relativiteitstheorie, allemaal hogere natuurkunde die je in de 5e niet moet kennen. Dat is leuk. Want ja, ik wil ook in die richting gaan studeren. Dus ja, het is toch van open dag dit. En dan 2 dagen. En dan hoef ik 2 dagen niet naar school. Maar ik doe het vooral gewoon voor mezelf. Omdat ik het interessant vind. En omdat ik waarschijnlijk die kant op wil. En dan kan ik even kijken hoe het is in Utrecht. Of ik daar misschien wel wil studeren. Dus even kijken. Deze keer moet hij niet dood. Sorry man, van de vorige keer. Hou van me. Alsjeblieft. Hou van me. Ik moet even kijken of die meter eronder nog een beetje vol loopt. Want dan gaat het goed. Gewoon een beetje tikjes geven. Hey schatje. Ik rek even je kontje aan als het mag. Oh, je hebt zo'n lekker kontje. Kom hier met dat kontje. Kom hier met dat kontje. Politieman, nein. Nee, serieus. Hier. Waarom gaat hij zo snel? Kom op, man. Even een klein tikje tegen je kontje aan. Kan geen kwaad, man. Iedereen heeft wel zijn jouw kontje gezeten, dus ik mag het ook. Tikkie. Ik zat nu aan je neusje. Waar is hij eigenlijk? Tikkie. Oké, daar is hij. We moeten even gaan naar level 2, dan wordt het wel iets moeilijker voor ons. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk met level 5. Want ja, dat is leuk. Waarom komt er nu al rook uit je auto, vent? Dit is geen GTA. Dat is een beetje normaal, man. Mijn auto kan niet eens stuk. Was wel een beetje... Ah, kom op. Het is wel zo makkelijk. Ik deed niet eens mijn best om hem dood te maken. En dan gaat hij gewoon dood. Oh, er is gelukkig gewoon een invalagent. Dankjewel, invalagent. Je bent mijn redder. Mijn engel. Mijn reddende hengel.
Mijn hengel die een snoek vangt met een hengel. Een hengel die een hengel vangt met een snoek eraan. Snoekduik. Oké, oh, een lantaarnpaal. Dan gaat je kostensteen mee mogen. Ik heb al twee tags. Ik heb al twee tags van de... Hoeveel moet ik er? Ik heb al 950 kostensteen van de 850.000. Moet die 850 kostensteen zoveel? Nee, dat zal wel bounty zijn. Oh, bounty. Ik dacht al. Kostensteen, dat is wel heel veel. Daarvoor bounty is ook veel. Maar als je helemaal in de zone van 5 zit, heb je dat zo, joh. Deze zwemmen gaan ook al te roken. Gelukkig is er meer politie. Ah, nou ja, ik was zeggen nu niet meer, maar leef nog. We hebben tenminste wel die tag binnen. 3 van de 35 tags. Gaat lekker. Nou, we moeten gewoon ervoor zorgen dat als het level een beetje omhoog gaat. We moeten gewoon dicht bij die gasten blijven rijden. Gaat het sneller omhoog, geloof ik. Dus gewoon zoals dit. Gewoon zo dicht mogelijk erbij eigenlijk. Niet doodmaken, maar zo dicht mogelijk erbij. Waarschijnlijk gaat die vent ieder moment dood. Zo bedoelde ik het niet, man. Blijf vrienden. Hou van mij. Hou van mij als een vriend. Hou van mij als meer dan een vriend. Hou gewoon van mij en blijf dicht bij me. Ik wil je bij me hebben, want dan gaan mijn wanted dinges omhoog. Nou, maar niet meer. Ja, mijn wanted, wel mijn wanted dinges. Gaan we niet zelf het pompte zo kapot maken? Dat doe ik wel. Oh ja, politievrienden. De drie vrienden en de politie. Hoppakee. Wat? Als je hier blijft hangen, dan kan je wel heel veel politie gezocht zitten. Nee, kom op. Kom op, nee. Oh, kom op. Oké, daar is nog een vriend. Een politievriend. Een keiharde tikje geven. Keihard. Een tikje. Oké, een beetje zachter. Beetje omkeren. Krijg wat tags van. Kijk, Tiggy. Taggy. Snap je hem? Er valt weinig aan te snappen, maar als je hem snapt... Bravo, want er valt weinig aan te snappen. Even kijken, als ik omkeer, komt er een wegblokkade aan. Vind ik wel interessant eigenlijk. Tiggy, jij bent hem. Waarschijnlijk is die wegblokkade nu opeens op magische wijze weg. Ik heb geen idee hoe dat kan, maar dat gebeurt dus gewoon in dit spel. Net was een wegblokkade, nu niet meer en de politie is ook gewoon weg. Maar het is mijn Rick van Serpent gameplay. Die ontsnapt toch wel. Ik zet alleen mijn leven op het spel. Ja, ze hebben nagedacht, Jotter. Nee, niet dat omrijden. Dan ontsnap je van de politie, Rick. Dat wil je helemaal niet. Oh, doet hij het zelf. Hij maakt gewoon zichzelf dood. Suicidale politieagent en shit. Hier is om de hoek een wegblokkade neergezet. Dat is echt tactisch en shit. Moet je zien. Stop. Oh, ik stopte ook nog echt door het stopbord. Pak jouw stopbord. Zo bedoelde ik het niet. Nou, oh, kom op. Het werkte ook nog half die wegblokkade. Dat was niet de bedoeling. Oké, we zijn bijna level 3. Dus ik ben te ver weg bij de politie. Ik ga gewoon stilstaan. Pak me dan, als je kan. Je kan me toch niet pakken. En nu ben ik level 3 en ik ben niet wie. Rijmt wel met 3, maar daar gaat het niet om. Kut, bakkes, politiemannen, ze zijn dom. Ik sla ze, ik tik ze, ik sla ze op de motorkap. Maar dat maakt niet uit. Want ik eet een rap van de McDonald's. Ik ben eigenlijk rap zeggen, maar het spreekt mij uit als rap. En ja, je mag gewoon niet verkeerd uitspreken. Het mag gewoon niet. Dat is inhumaan. Onmenselijk. Ook wel. Er was eens een man genaamd Jimmy en hij reed in een auto. Hij raakte zijn auto kwijt en toen had Racer zijn auto. Hij wou zijn auto terug, dus ging hij racen. En nu is hij hier in deel 28. Ik weet niet eens of dit deel 28 is, het is een gokje. Is het echt 28? Dat zou fucking vet zijn. Voor mij is het 26. 25? Ik bied meer, ik bied minder. Ergens in iets met 20. Kaching, jackpot. Ja, deze vent kunnen we misschien doodmaken. Misschien, hè. Ik kan niks beloven. Oké, okay, misschien toch niet. Hij mag tegen de muur aanbeuken, maar hij wisselt van kant en zo. Ik heb al door. Nou, eigenlijk al door. Ik heb al de hele dag een nummer van de offspring in mijn hoofd. En het is kut, want dat wil er niet uit. Het is Walla Walla. Hey, Walla Walla. I tell you, Walla Walla Walla. Je moet hem even luisteren. Cool nummer. Cool nummer. Maar dat is niet leuk als hij in je hoofd zit. Want het is echt zo'n irritant nummer dat aan je knaagt als het in je hoofd zit. Walla Walla. Rijdt politie achter mij. Het is weer speelkwartier. Oké, die heeft au. Gelukkig heeft hij au. Hij heeft geleerd aan zijn daden. Door middel van au. Pijn. Oh, politie. Hallo. De drie vrienden van de politie. Het geheimzinnige ongelukje. Oh, wat geniaal. Dat was netjes. Oh, oeps. Oh, pak, ik ben een beetje mijn stem kwijt. Ik heb net heel veel dit onder opgenomen, want ik ben dus 2 dagen op de universiteit. Ik slaap daar ook in Utrecht. En heb dus geen tijd om zelf video's op te nemen, maar de show must go. Oh, jij tikt hem voor me weg. Oh, kijk hoe hoog hij vliegt. Pretty fly for a white guy. Oh, offspring references. Laten we de hele video offspring references maken die bijna niemand begrijpt. Oké, okay, ik heb er al 1. Dat is goed. En ik heb verteld over een offspring liedje, maar dat is geen reference. Oh god, spijkerstrips. Fuck jou, Frits. Ik noem echt veel te veel mensen Frits. Vraag me niet waarom, Frits. Pretty Fly for a White Guy is een heel goed nummer van de Offspring. We kunnen het ontkennen, we kunnen zeggen dat het niet zo is, maar het is een goed nummer. Dat is wel het meest bekende nummer van de Offspring. Pretty Fly for a White Guy.
Als je dus Osprey niet kent, dan denk ik, oh, wacht, ik ken ze misschien. Even Pretty Fly voor een white guy opzoeken. En als het je wat zegt, dan ken je de Osprey waarschijnlijk wel. En als het je niks zegt, dan ken je de Osprey waarschijnlijk niet. Hele goede manier. Graag gedaan. Ik probeer Osprey liedjes van Osprey titels voor mijn hoofd te halen en dan woordgrap over te maken. Maar dan heb ik eigenlijk mijn iPod nodig. Ik kan mijn iPod gewoon pakken, weet je. Ik pak gewoon mijn iPod terwijl ik niet voor speed aan het spelen ben. Zo is dat ten eerste is het professioneel. Even mijn dopjes eruit halen, vind ik irritant. Ja, daar gaat ie. Laat ik geen spijkers zitten. Later, noobs. Ik heb geen idee hoe ik dit doe. Dat is in ieder geval vroeg mijn bounty. Die tags komen vanzelf wel. Blijf even hier staan. Ga ik even naar het album De Offspring. En dan ga ik gewoon naar alle nummers. En dan zie ik mezelf een naam. Ik ken de meeste nummers ken ik nog niet eens. Ik ben begonnen met natuurlijk het nieuwste album luisteren. Geen idee waarom. Toen dacht ik in één keer, wat, ik ga meer van De Offspring luisteren. Ik weet niet waarom ik dat deed. Dat is niet slim. Oh, kom, ik wil er doorheen. Kut, ik zit waarschijnlijk vast. Waarschijnlijk wel. Kut. Nee! Nee, meneer! Oké, dat was kut. Dat was echt het baggetjes. Baggekutje. Wat? Dat klinkt fout. Is fout. Ja, we zijn gearresteerd. En door de politie. En dan doet de politie zo van, we slaan je. Niet leuk. Dat doet pijn aan mijn feelings. Wow, feelings. Dat is een Offspring liedje. Maar jullie luisteren allemaal niet naar De Offspring, dus het heeft heel weinig zin. Ja. Ik kan zo alle nummers opnoemen, maar dat heeft geen zin. Ik heb tenminste een tweede voortgrap gemaakt op een liedje. Dat is het ook in mijn hoofd. Naast I Wanna One is het ook... I Walla Walla eigenlijk. Ik weet niet of ze Wanna Sing of Walla. Is het ook Feelings in mijn hoofd. Ook een goed nummer. Nou, rompenstompen. Nog een keertje denk. Als het goed is onze gezocht level nu hoger. Omdat we het net opgepakt hebben en zo met deze auto. Dat is tenminste wat ik denk. Nee, is niet waar. Als je ontsnapt is je gezocht level hoger. Is dat waar? Ik heb geen idee. La la... Lululul. Ik heb best wel dorst en ik heb hier een half boterhammetje, een wipbroodje met chocoladepasta. En ik heb hier een blikje energy drink. Laten we zeggen, Rick, als jij nou het broodje eet en het energy drinkje drinkt, zal de politie maar jou dan pakken? En dat is een hele goede vraag, kijker. Het antwoord is nee, want deze politiebank kan extreem weinig. Oh god, wat wil maar kostbaar ding, ik heb een broodje in mijn mond. Echt waar. True, broodje in mijn mond story, bro. Nee, stop, mobiel. Stop. Ik pak nu mijn mobiel uit mijn broekzak, terwijl ik half gearresteerd word. Half, hè. Nee, het wordt alleen maar erger. Stop. Stop. Nee, ik heb gooi hem weer op mijn bed. De gebruikelijke, ik gooi mijn mobiel op mijn bedworp, die heel bekend is op Serpent Gameplay. Wow, jij doet wild, zeg. Wilde politieman. Oké, nou, hand weer vrij. Ik moet even aan mijn oor krabben. Ik krab nu momenteel aan mijn rechteroor met mijn linkerhand. Ziet heel cool uit. Lijkt een beetje op een chimpansee. Sorry voor de deur. Die betaalt terug, man. Hoppa, oh, ik ben dood. Had ik niet verwacht. Was niet mijn bedoeling in ieder geval. Hij ook? Nee. Hij is niet zo van doodgaan. Ik ben nu aan het evaden. Really? 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 Echt waar? Ik sta nu net ook in je, man. Nou, gelukkig, daar is hij al. Hallo daar. Hallootjes toch. En rustig aan, ik weet je. Relax. Take it easy. Oh god, ik schud hem weer af. Ik zou het haast zeggen. Ja, kijk, Relax is gewoon een nummer van... Is dat van Mika? Ja toch? Van Mika. En een coole band. Naam. De band zelf is niet cool. De naam is alleen cool. Mika. Mijn oma heet Mieke. Dat is onnodige informatie. Mijn andere oma heet Truus. Mijn andere oma heet Corrie. Wat klopt die niet? Rick, je hebt drie oma's. Dat kan helemaal niet. Oh ja, wacht. De ene is een stiefoma. Die heet Corrie. Dat heb ik al meerdere keren gezegd. Ik zeg graag tegen mijn fans. Hey fans, mijn stiefoma heet Corrie. En nu denk ik van Rick, wat de fuck moet ik daarmee? Maar diep van binnen weten jullie dat ik gewoon graag praat over mij. En mijn mooie leven. En Corrie's mooie leven ook vooral. Zeker. Dat weet je, dat is gewoon belangrijk. Een band met de fans krijgen door middel van Corrie. Als ik Corrie was, zou ik me een beetje gebruikt voelen. Maar ja, gelukkig is dat niet zo. En we gaan door het poortje heen. Oh wacht, dat is met Tolboef. Boef, babes. Nee. Tolboef. Ah, bijna hetzelfde. Boef, babes. Tolboef, weet je. Het is allebei met pionnetjes te maken. Wat? We staan nergens op. Boef, babes hebben tieten. Dat bedoelde ik te zeggen. Oké, het is duidelijk. Luid en duidelijk. Doe me denken aan een boek wat ik moet lezen voor Engels. Het Extremely Clear and Incredibly Close. Het gaat over een autistisch jongetje met 9/11. En ik dacht serieus dat het een pornoboek was. Dat was van... Nee, extremely loud and incredibly close. Zo van, extreem luid en verschrikkelijk dichtbij. Ik dacht, nou dat zal wel hete porno zijn, maar dat bleek dus over 9/11 te gaan. Teleurstelling, weer een teleurstelling in het leven van Rick Broers, aka Serpent Jean-Plain. Maar dan moet ik echt volhouden. That's what she or he said.
Hoe lang? Nee, is het serieus, hoe lang? Hoe lang is hij Chinees? Nee! Hoe lang is hij geen Chinees? Misschien is hij wel Taiwanees of Japans. Dat zou best kunnen. Ik denk niet dat hoe lang een Japanse naam is. Het is meer een Chinese naam. Ik geef toe, I have to admit. Ik zou zeggen dat Jan is een Nederlander, weet je. Er zijn ook mensen die niet Nederlands zijn die ook gaan Jan heten. Kan, dat bestaat. Niet doodgaan, hè. Niet doodgaan, dan word ik boos. Waarom knippen de dingen in één keer zo fel van... Transition. Dat is mijn gevoel voor dubstep. Dankjewel. Zo, zo is die agent eigenlijk. Hij rijdt onder die brug. Ik pak hem al. Oh god, hij gaat de verkeerde kant op. Sorry bro. Bro, maat. Hoe kom ik daar ooit? Kut. Hij gaat daar. Dude, ik zit hier. Bij je. Dichtbij, man. Hou me bij je. Nee, deze baan zijn nog helemaal gescheiden. Ik doorrijden. Kut. Nee, ik word echt boos als ik hem kwijtraak hierdoor. Gewoon doorrijden, agent. Gewoon doorrijden, meneer agent. Oké, dan moet ik hier en moet ik meteen deze kant op daar. Als het goed is rijdt meneer agent daar nog, hoop ik. Alsjeblieft meneer agent, wees hier alsjeblieft nog. Anders koel ik hem down. Nee, 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 meneer agent. Meneer agent. Meneer. Meneer agent. Als ik nu politie tegenkom heb ik alvast twee vuurdingen. Dus ik ga nu gewoon even iedereen boos maken, zodat ik hoop dat de politie tegenkom. Als ik nu ontsnap en ik begin weer waarschijnlijk ook, maar ik kan beter eerst level 3 halen. Ik kan beter gewoon eens de politie roepen. Gaan keihard rondjes rijden, kom je vanzelf wel tegen. Goeie strategie, Rick. Dank je, dat hoor ik wel vaker. Gewoon gas erop denk. Hoppakee. Oh, wat een keer parkeerboete. Nou, dankjewel. Nu hebben ze ineens een kopietje binnen. Hey, we hebben Rick gesignaleerd met een parkeerboete. Oh, god. En dan, ja, dan sturen ze wat politiemannetjes achter me aan, weet je. Zo hoort het. Zo hoort het te zijn. Hoppakee. Oké, busje mee. Busje gaat dood, busje gaat... Oké, hotse batse, platse matse. Hop, oopsie. Dat was, sorry, jij zit die persoon die betaalt gewoon voor zo'n ritje en dan krijg je zo'n kut ritje. Ja, dat is niet fijn. Maar ja, mijn excuses. Het is mijn levensstijl. That's just how I roll. Nee, serieus. Even kijken. Daar is nog een auto die doodgaat. Oh, wat jammer nou. Wat jammer dat het zo moet aflopen. En een pionnetje. En wat bordjes. Oh, wat jammer nou. Ik wou eigenlijk onderdoor rijden, maar dat was geen boomstamwagen waar je onderdoor kon rijden. Dus dat is jammer. Dat is heel jammer. Zeer spijtig. Ik heb geen idee van die mooie zwarte remsporen had. Nou ja, ik heb natuurkunde. Ik zou dat soort dingen moeten kunnen beschrijven. Wrijvingsconstante en shit. Kaas. Is een mooi getal. Ik zie je pas lachen na de bel. Dat was niet rapfabriek, copyrighted. Nee, dat was gewoon een mooi eigen liedje. Kaas is een mooi getal. Ik zie ze pas lachen na de bel. Hop. Ik stop wel even met recorden en dan ga ik weer verder als er weer politie achter me aan zit. Ik ga gewoon verder meteen bij 4 sterren politie. Anders schiet het nooit op. Tot zo. Oké, we hebben level 4 behaald. En het is 11:30 ondertussen. Het is niet heel veel. Oh, we zijn trouwens in level 4. We zijn nu level 4. Never mind. Oké, we zijn weer waar we net waren. Wow, dat ging niet goed. Die meneer deed gemeen. Stop meneer gemeen. Stop met gemeen doen. Ik weet niet dat er mis met mijn banden opeens. Ze doen niet zo lief tegen mij. Oh, daar is een lieve spijkerstrip. Ik hoop dat hij doodgaat. I hope you died. Dat is een nummer van de Bloodhound Gang. Bloodhound Gang is echt awesome. We hebben echt rare liedjes. Allemaal een beetje... Ja, ergens zijn het gewoon hele rare seksuele liedjes. Maar ze hebben ook I hope you die. Met een hele leuk muziekje. Wow. I hope you die. Oh, wow. Wow. Wow, ik ben amazed door dit spel. Ik ben helemaal onder de indruk. Hoppakee. Hoppakee. Oké, wat kunnen we allemaal doen? Bounty. Nou, we zijn op de één heel veelste van onze bounty. Misschien niet bepaald op. Er is een helikopter boven mijn hoofd. Dat is me net opgevallen. Heel toevallig. Bij toeval van, hey, een helikopter. Wat doet er nou weer? Als hij weg is, heb ik geen politie meer. Dus blijf alsjeblieft bij mijn helikopter. Please. Hoe kan een helikopter me sowieso kwijtraken? Ik heb geen idee. In GTA, in Need for Speed kan dat gewoon. Hopflops. Die leeft wel. Hij overleeft het wel. Roy. Ik noem hem Roy. Voor de verandering noem ik hem niet Frits, maar Roy. Roy is een hele coole jongenspolitieman naam. Dat je het even weet. Weet je, het is je boy Roy. Oh. Dat is echt het flauwste wat je kan zeggen. Een woordgrap over de naam Roy. Het is je boy Roy. Hartstikke vet. Hoppakee. Ik hoop dat hij doodgaat. Ik ga niet weer I hope you die zeggen. Weet je, de originaliteit moet ergens stop doorgaan. Iemand komt naar mijn video. Ik blijf abonneren. Net zo lang tot jij kansloos door blijven lullen. Dat kan ik heel goed. Dus kom het even goed uit. Dan heb ik plus 1 blijvende abonnee. Dus wat er ook gebeurt, ik heb altijd 1 abonnee. Dat is fijn om te weten, weet je. In deze onzekere tijden van YouTube-heid.
De abonnees, ja. Ondanks dat er 20 per dag bij komen, toch ben je niet zeker van je abonnees, hè. Maar deze blijft. Dit is een blijpertje. Ben ik blij mee. Ja, goed, stierde. Oké, dat was een lantaarnpaal. Oh, beuker. Nee. Voor de mensen die mijn serie kijken, ik haat deze dingen. Ik mag ze niet zo. Vooral als ze rijden. Als ze stilstaan, boeit het me niet zoveel. Maar als ze rijden, natuurkunde, wetten en zo. Sigma F is M keer A, hè. De versnelling van de auto, die eigenlijk niet helemaal naar gaat best wel met de constante snelheid. Keer A is gelijk aan de som van de krachten. Dus ja, de som van de krachten was in dat geval 0. Maar dat gaat even niet om. Het gaat om niet daarom. Kijk, als ik nu deze turbo aanzet, heb ik een versnelling naar voren. Heb ik de massa van deze auto. En dat is dan Sigma F. En dan weet je wat voor krachten de auto de voorkant uitvoert. Maar ja, als je dan een stilstaand voorwerp hebt, dan gaat het niet goed komen. Want dan gaan de dingen kapot en zo. Dat zegt natuurkunde. Als je tegen een muur oprijdt met een auto, gaat die kapot. En dan denk je, toen ik nog geen natuurkunde had, was dat totaal niet logisch. Want ja, waarom gaat je auto dan kapot als je met 100 km tegen een muur oprijdt? Ik zou mijn god niet weten. Nou, bij deze. Oh, stopbordje. Nee. Het is heel subtiel. Stop. Stop. En zo van, nee, misschien morgen. En dan, met die explosiegeluiden erbij vooral. Ga een beetje langzamer rijden. Oh, we zitten wel bij het gebied van de 5. Het gebied is dood. Wil ik altijd zeggen, als we daarin komen, gaan we nooit meer ontsnappen. En toch, iedere keer flikken we het weer. Oké, dat was niet zo goed. We moeten achteruit gaan rijden. Heel snel ook. Oké, overal politie. Overal politie. Oké, we leven nog. Heel belangrijk. Oh, 10.000 bounty er opeens bij. Nee, Rick. Hou je van bounty? Nee. Hou je van snicker? Nee. Heb je deze grap al heel vaak gebruikt? Ja. Dat in ieder geval wel echt. Vooral de oudste aflevering van grappig bounty. Snicker Mars Twix YOLO. Oh nee, ik dacht dat het een spijkerstrip was, maar het was gewoon een stopbordje. Ik moet ze eigenlijk beuken, want dan krijg ik meer tags en die hebben we nodig. In principe kunnen we alleen 35 tags halen. En in principe, als we dan nog even die laatste flitser doen, hebben we alle missies al gehaald die we nodig hebben hiervoor. Vind ik niet een leuke manier om dit te halen, zeg maar. Om het achtervolging filmpje af te sluiten. Ik wil sowieso of bounty halen, of langer dan hoeveel minuten? 13. Dat is wel best wel lang, moet ik zeggen. Maar deze meneer is dood en wij vliegen. I believe I can fly. En die man net. I believe I can roll. That's just how I roll. Die grap maak ik heel vaak. Maar ja, ik ben aan het autorijden, dus dan rol je met je banden. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond, allemaal. De politiewagens gaan hard en hard, hard en hard, hard en hard. De wielen van de politiewagen die gaan hard, allemaal. Pers me er doorheen. Mama, pers. Dat klonk fout. Het was ook niet echt goed bedoeld ofzo. Het groepte er gewoon uit. Mama, pers. En ja, citrus pers. Nou vind ik dat best weer normaal. Oké. Dat geluid hoort erbij. Je hoort echt... Oh, een helikopter. Ik ga een helikopter beuken. Hij beukte mij een keer. Nou, payback time, bitch. You motherfucker. Nou, dan niet, weet je. Weg met elkaar. Je weet nooit wanneer ze spijkerstrips neerleggen, dus maak ze dood. Voor de zekerheid. Oh, daar gaat hij. Ja, hij zegt op tik afstand. Ik wil hem tikken. High five. Helikopter 5. Hi, helikopter 5. Oh, ik raak hem bijna aan. That's what she said. Wat? Wat? Excuseer. Nee. Excuseer, meneer de beer. Ik menstrueer in fabeltjesland. Ja, in fabeltjesland. Oh god. Oh, waarom zeg ik zo vaak, oh god, het is niet normaal. Normaal zeg ik echt nooit, oh god, maar sinds kort, oh god, oh god. Terwijl, nee, ik ben op geen enkele manier gelovig. Godsdienstig. Ik vind God maar een beetje een rare gozer, zeg maar. Ja, ik denk niet dat ik hem morgen tegenkomen bij mijn natuurkunde shit. Van, hey god, jij hier, ja, ik begreep het nog niet helemaal. En al die mensen denken dat ik het universum heb gemaakt, maar ik was het de natuurkunde. Oh, oké. Nice. Je hebt ook echt van die fanatieke christen in Amerika, die vinden dat natuurkundigen, die gaan ook naar de hel. Van mensen die naar de hel gaan. Mensen die masturberen gaan naar de hel. Natuurkundige mensen, dus mensen die natuurkunde studeren, geven als vak, gaan allemaal naar de hel. En heb je nog, wie gaan ook weer naar de hel? Even denken hoor. Lesbiennes, homo's gaan natuurlijk naar de hel. Vrouwen met werk geloof ik ook, gaan ook naar de hel. Dat is tegen het Bijbel in hoor. Vrouwen met werk. Mensen die seks hebben voor het huwelijk gaan naar de hel. Mensen die stelen, ja, dat zijn natuurlijk wel een beetje de logische dingen. Daar kan ik nog wel een beetje bij inleven, zeg maar. Ik bedoel, anders is het zo leeg in de hel. Als ik zeg, ja, mensen die niet stelen, mogen niet naar de hel. Oké, als je seks voor het huwelijk naar de hel stuurt, dan gaat voor mij iedereen naar de hel. Ik bedoel, wie houdt zich daar nou nog aan? Niemand, denk ik. Ik weet het niet. Ik ben nog niet echt van, seks voor het huwelijk. En dan is het van, ja, graag. Oké, kom maar mee. Zo gaat het niet, jammer genoeg.
Ik weet niet of ik, zou dat fijn zijn? Ja, eigenlijk wel. Ik ben een jongen. Ik moet wel zeggen dat het fijn is, anders is mijn seksualiteit in gevaar. Ik zeg, nou dat zou ik niet leuk vinden als het zo ging. Nee, dat is gay. Dat is een homofiele uitspraak. Tikkie, jij was hem. Hoppakee. 360, zo doen we dat. Ik help je een beetje met je 360, weet je. Daar zijn mijn vrienden voor. Bounty gaat goed, tijd gaat goed. Enige probleem is dat we deze politievrienden nog een keer kwijt moeten maken. Raken eigenlijk. De drie politievrienden van de manager, de geheimzinnige wegblokkade, je weet zo. Rick, je moet praten tijdens je video's, anders worden mensen boos. Je moet constant praten, daarvoor abonneren ze. Maar je mag ook zingen, mensen houden ervan als je zingt, maar je moet ook beuken. En kreungeluiden maken als je een slow motion krijgt. Wegblokkade. Afzetting. Heel harde truck. Je rijdt ergens tegenaan. Appel in je thee. Thee, appel. Karamel eroverheen en dan in je mond stoppen. Ben ik vandaag origineel. Op. Dat is het geluid, die kan ik ook maken. Ik kan alle soorten sexy geluiden maken. Ik kan ook oksel scheten laten. Dat is ook sexy. Echt, je wil niet weten. Met uitgaan. Ik doe mijn shirt uit. Ik ontbloot mijn oksels aan de jonge dame. Plaats een paar ferme oksels scheten en dan weet ik wel waar zij slapen vanavond hoor. Onder mijn oksels, weet je, haar hoofd. In mijn oksels. Dat weet ze gewoon een beetje. En het zweet misschien een beetje, maar dat kleeft dan aan de haar. En dat vindt ze niet erg. Want ze houdt van mijn oksels. Niet van mij, alleen van mijn oksels. Dan likt ze mijn oksels en zo. Dus, ja, je moet erbij geweest zijn, denk ik. Oksaalzuur. Het woord oksel doet me denken aan oksaalzuur. Wat is er mis met mij? Oh, kut. Ik zie heel veel politiewagens krijgen. Dat is grappig. Gelukkig heb ik geteleporteerd. Gelukkig maar. Oh, kan ook ineens overal doorheen rijden. Je bent een spook. Dat was raar. Jongens, wat de fuck was dat? Serieus. Wat? Excuseer. Ik ben een spook in ieder geval. Dat was een goede ontsnapping. Beetje over de kop. Ik vond het wel vet hoe iedereen achter me ook over de kop viel. Er zit trouwens een knop voor dat je achteruit kan kijken. Ga even kijken wat het is, want dat is best wel vet om te doen. Is dat gameplay of is het controls? Is dat ergens? Nee, niet reset kopen, dus dan ga je dood. Je kunt beter op een bound zetten dan. Engage event, enter, view, blacklist, B. Hoe kan ik achteruit kijken? Play next song. Oh, handig. Kun je van hier. Change camera view, C. Nee, dat is die ene. Look behind, L. Waar gaan we dat opzetten? Is caps lock fijn daarvoor? Nee. Caps lock. Oké, nu kunnen we dus achteruit kijken met caps lock. Wat in principe best wel handig is in sommige situaties. Zie je dat? Vet. Het is leuk voor jullie maar te kijken. Niet voor mij. Voor mij is het irritant en dan rijd ik tegen dingen op. Gaat heel vaak indrukken. Oh, ze zijn dichtbij. Rick, dat had ik niet kunnen zien aankomen. Ah, jammer dan. Hé, hey, we hebben vrienden. De drie vrienden van de manege. Oh, waarom maak ik me zo vaak grap over de drie vrienden van de manege? Ik bedoel, het is de beste spel dat ik ooit gespeeld heb. Ik heb nog nooit me zo verbonden gevoeld met een game. Weet je, zo'n intense band. Ik heb als een game, ja dan voel ik, weet je, en dan gaat de hoofdcharakter dat ik, oh nee, bij de drie vrienden, die Christian van zijn paard afviel. Ik kon wel huilen, jongens, ik kon wel huilen. Oké, misschien een klein beetje gewogen, maar kom op. Alleen bad guys spelen dat spel. Je weet zelf. Eens even kieken. Ik moet de politie ondertussen maar een keertje gaan kwijtraken. Want op dit moment zit ik al best op een moment dat ik ze bijna niet kwijt kan raken. Ik zit op een moment. Op het moment dat ik ze niet kwijt kan raken. Weet je, de politie afschudden wordt nog een pittige. Vooral met helikopters achter je aan en hele snelle wagens en zo. Even kijk, kijk dan. Kijk, ik zie ze niet. Oh, ze zijn weg. Nou, mooi, doei. Oh, die auto crashte. Hallo meneer, de uil. Waar brengt u ons naartoe? Daar gaan we. Noppakee. Jij bent dood, vriend. Oh, we hebben de bounty al gehaald. Het enige wat we moeten doen is 13 minuten volhouden en ontsnappen. Oftewel, we gaan nu gewoon ontsnappen. We gaan er een rennetje voor maken. Wow, dat ging niet eens zo heel slecht, moet ik zeggen. Het ging beter dan verwacht in ieder geval. Dan heb ik weer een ander offspringnummer in mijn hoofd. Pay the Man. Allemaal van het nummer van het album Americana. Ik ga de offspring helemaal awesome leren. Zeg maar, alle nummers kennen en zo. Hardcore fan worden. En ik doe het album voor album nog een beetje geordend, zeg maar. En ik ben nu zeg maar bezig met Americana, wat toch best wel het beste album van de offspring is. Weet je, kun je over debatteren? En eigenlijk niet, want het is gewoon zo, hoppakee, Americana. Ik zat er zelfs over na te denken om Americana twee keer te kopen. Dus online bestellen, gewoon voor een tientje of zo, weet je, het originele album. En dan gewoon eentje weg te geven, weet je. Dan leer ik mijn fans goede muziek kennen. Net als van Justin Bieber, Nicki Minaj, al die troep. Gewoon muziek weg te geven. Waarom zou ik een game weggeven als ik ook een cd kan weggeven, ja. Zeg je, nou, die muziek kun je ook downloaden. Ja, games kun je ook downloaden, Sjaak. En nee,
Stop met mij fucking op Skype. Kom tegen. Hey Rick, wat download jij? X? Hey Rick, ik zie dat jij X gedownload hebt. Hoe doe je dat? Nou, weet je wat ik dan zeg? Hey, ik zie dat je een middelvinger hebt. Steek hem in je hol. Dat vinden ze meestal niet zo beleefd, maar dat is het gemiddelde antwoord dat je vanaf nu kan verwachten. Bij deze. Waarschijnlijk krijg je dat antwoord ook terug. Je kan me nu testen. Hey Rick, wat download jij Game X? Dan moet je ook letterlijk Game X zetten. Dat is echt cool. Oh, dat was een spijkershit. Met een nadruk op was. Nee, ben ik er doorheen gereden? Ik ben er doorheen gereden. Ja, kut leven. Oké, oftewel, dit is kut. We kunnen onmogelijk ontsnappen nu zo'n beetje. Ik kan door die kut zien. Ah, godverdomme gloeiende. Shot voor de poepjes. Ah, kom op. Ik heb net alle missies gehaald. Het is echt maar één fan, serieus. Eén gast. Nee, achteruit. Oké, we hebben verloren. Busted. Oké, alsnog, ik denk dat het zo wel goed is voor de achtervolging. De laatste wordt een hele vette achtervolging, dus... Weet je, jullie zien dat ik het kan. Als mijn band niet leek, was dat wat gehaald. Dus ik hoop dat dit gewoon... En volgende week wordt de race tegen die vent. En daarna komt de laatste aflevering van Need for Speed Most Wanted. Bedankt voor het kijken van deze andere volgende aflevering. Vergeet niet te liken als je naar de volgende aflevering van Need for Speed Most Wanted. Dit is gewoon omdat ik anders een maandag geen Need for Speed upload. Dus ja, ik ben nu... Dit is het laatste wat ik kan opnemen voordat ik wegga op college. Dinges. Dus ja, bedankt hier voor het kijken en dan zie je bij de volgende aflevering. Doei!